En nu applaus en klap maar ineens verder. Topcomedian van Vlaanderen, vaste waarde, de goede kameraad, Piep Huffler! Goedenavond, dames en heren. Hier staan we weer. Met een statief dat we niet nodig hebben. Maar je kunt niet geloven wat een belangrijk programma Comedy Casino is, hè. De impact dat dat heeft. Elk comedian wil hier optreden. Een maand geleden trad ik op. Ik deelde de affiche met Alex Agnew. Mijn woordvoerder zegt, je moet niet zeggen dat je het voorprogramma gespeeld hebt. Je moet zeggen, ik deelde de affiche. In café Sportpaleis in Berlaar. En achteraf komt er een gast uit het publiek naar mij en die zegt, Pif Huffler, fantastisch gedaan, jong. Het is een schande dat je nog nooit in Comedy Casino hebt gezien. Oké, we staan hier voor de zesde keer, dames en heren. En, ik was eigenlijk enorm bang dat ik ging verbannen worden naar Catnet. Want ik ben momenteel een beetje op tournee in Vlaanderen met een familievoorstelling, eigenlijk hoofdzakelijk bedoeld voor de kinderen, maar de ouders mogen er ook bij zijn. En ik kan je verzekeren, zo optreden voor kinderen is niet hetzelfde als voor volwassenen. Hè. Oeh, kinderen zijn opgefokt, hè, zeg. Ik moest gisteren optreden in De Haan. En kinderopvang Krapultje. Dat is een kinderopvangcentrum dat ze opgericht hebben naast het C-preventorium waar dat de kinderen met astma zitten. Ken dat? En ze hadden mij gezegd, ja, pief, we hebben gehoord dat je ook licht astmatisch bent. Ik zei, ja, dat is waar. Dan zeggen ze, zou jij kunnen komen optreden op het groot feest hier van de astma-patiënten in Vlaanderen? Ik zei, ja, dat is goed, ik wil dat wel doen. Ik zeg, wat verwachten jullie van mij? Dan zeggen ze, Pief, je mag geen gerust grap maken over astma. Die kinderen kunnen daar best tegen, hoor. Dan zeggen ze, of zingt er een liedje over? Ik zeg, oké. Ik had wat grap misschien over astma, dat ging enorm vlot. Maar een liedje voor astma-patiënten was niet gemakkelijk, hè. Ik heb echt al de knop van mijn accordeon. Niks gevonden, hè. Tot ik gelukkig de avond voordien deze knop ontdekte. Moet eens luisteren. Amazing dat ze daar gedaan hebben, zeggen. Ja, man. Nee, maar weet je, als je voor kinderen optreedt, dat is zo druk vooraf. Je kinderen zitten, we gaan weer die klapstoel gaan op en neer. En dat is stress. Ik beklaag die kinderen tegenwoordig. Hè. En pas op, hè, dat komt door ons volwassenen. Hè. Wij maken die kinderen zo. Hè. Als je verdorie... Allee, ik heb zelf ook kinderen. Hè. Dat begint al 's morgens aan de ontbijttafel. Kom aan, eet je boterham op. Hoe komt dat je nog je schoen niet aan hebt? Ga eerst je schoenen gaan aandoen. Ik heb nog je schoolagenda toch niet getekend? Haal je schoolagenda. Eet je boterham op, heb ik gezegd. En die kinderen zijn dolgedraaid. Hè. Nu, ik geef ook nog halftijds les. Ja? Met de 3.500 euro dat ik hier voor Comedy Casino verdien, ga je niet verder leven. Hè. Als ik in school sta, ik zie dat die kinderen allemaal zeg. Want tegenwoordig laat je niet meer gerust, hè. Als je vroeger op school zat, hij kon het niet. Hè? Dan kwam de meester bij, wat is dat jongen? Gaat het niet? En dan zei ik, nee meester, het gaat niet. Waar zet je achteraan? En nog 8 maanden, het is juni. Hij was er vanaf, je amuseerde je ook, hè. Maar nu niet meer, hè. Als je nu iets niet kunt op school. Oeh, boe, dat gaat niet. Oeh, met 3 ronden, hè. En de zorgcoördinator en het CLB en de... het gaat gelijk niet. We gaan hem testen. Oeh, dat kind moet dan uit klas om getest te worden. Ze hebben zo in vorig jaar bij mij 3 keer komen testen. 3 keer, hè. Keer in september, keer in maart, keer in juni. Begin juni. En ze komen iedere keer terug. Ja, sorry meester Pief, maar niks gevonden. Nee, het is toch like, niks aan. Je zou die eigenlijk normaal zien. En dat kind heeft dan nog heel de maand, hè, elke dag, 2 uur naar de zorgklas mogen gaan. Hè, om te leren omgaan met het feit dat het normaal was. Je was de enige in klas. En ik heb nu in mijn week, ik geef les in het tweede leerjaar, en ik zit zo in een zolderklas. Ja, dus vroeger de bergzolder, hadden ze omgebouwd tot een klasje. En naast mijn klas is er nog altijd een stuk bergruimte. Want dat zat chockvol. En de burgemeester... Ik zal dat eruit knippen. De directeur, die zei tegen mij... Pief, dat moet hier een keer leeg, zeg. We hebben geen plaats meer. En ik ben dat allemaal beginnen leeghalen. Ik heb gewoon alles thuis in mijn bergruimte gezet. Hè. En ik heb ook, omdat we nu over het eerste leerjaar klappen... Kijk, ik heb de originele kaartjes gevonden.
waarmee dat ik zelf ook leren lezen heb toen ik in het eerste leerjaar zat. Hè. Dat is toch fantastisch, hè? En dat was geniaal van opzet, hè? Wat deed die uitgever? Hè? Die zei van, kijk, we gaan verhalen bouwen, dan gaan we dan woordjes uitpikken. Elk woordje wordt gekoppeld aan een tekening. En dan op de achterkant schrijven we het woord. Juffrouw, welk woord zou dat hier zijn? Zeer goed, school. Kijk hier, wat zie je dat? Het gebouw, al die kindjes daarin. En op de achterkant, kijk goed, school. Geniaal, hè? Trouwens, ook dubbel gebruik. De maandag was dan toets. Dan stond dat kaartje zo aan bord. En dan moest je direct kunnen zeggen, hè? Pief, welk woord was dat? En ik zei, weeshuis, nee! School, hè? Ter controle. Ik heb ze nu, het waren er in totaal 400, ik heb maar een kleine selectie gemaakt, hè. Dus ze zitten hier in volgorde. We gaan van september tot april, mei, juni, zo. En, man, eens kijken wat dat kinderen in het eerste leraar zo voorgeschoteld krijgen. Voilà, we hebben hier school. Wat is dit? Voilà, boek. Voilà, wat is dit? Nee. Mus, hè? Ja, niet vogel, hè. Eerste leraar, september, twee lettergreep, open lettergreep dan nog. Van nee, moet een klein beetje meedenken. Ik weet, we zijn in Gent, maar... Pas op. Dus het is niet vogel, het is mus. Ja? Kopje, buikje, staartje, mus. Wat is dit? Ara loopt er hierheen. We zijn niet met de kruiswoordraadsel bezig, zeg. Nee, je moet niet raden, je kunt het niet weten. Want er waren bepaalde codes en afspraken dat we geleerd kregen van de meester. De meester had ons gezegd, jongens, moet je goed luisteren, hè? Als je op een van die kaartjes een papegaai ziet, dan spreken we nu af. Het is een voorzetsel. Ja, voilà. Hey, de papegaai zit op de stok. Dus als je papegaai ziet, het is een voorzetsel. Dat is een afspraak, hè? Je moet dat gewoon weten, hè? En als je dat weet, hou je daaraan. Dus we doen verder. Wat is dit? En voilà, hij zit in zijn kooi. Ben je mee? Wat is dit? Uit. Hij zit, vliegt uit. Dit is? Naar. Ja, maar ja, slim leerling hier vooraan, hè. Naar, voilà. En dit is? Nee, niet in, dat is geen papegaai, hè. Dat moet erbij blijven, nee, dat is een doos. Ja, een doos. Oké. Pas op, september, laten we even, we gaan een sprong maken. We zitten nu maart, april. Niet direct beginnen raden, het is een moeilijk woord, gaat uitleggen. Want je moet volledig observeren, dat had de meester zeer goed gezegd, volledige observatie. Kijk goed, je ziet een kabouter. Ja, een grote zakdoek, rode neus, en belangrijk, er zit hier een muis. Het is maart, hè. Een koortje zo dat geweest zijn, denk ik. Muizenallergie. Muizenallergie. In die tijd, we spreken over 1970, hè. Ik was 6 jaar in 1970, hè. Toen al zei de uitgeverij, we gaan er een keer een herinnetje steken, zeg. We gaan multicultureel doen. Wat was dat in die tijd? Een adoptiekindje. Ja, we hadden geen andere toen, hè. En die kinderen kwamen uit Sudan of Ethiopië, dat had geen eten. Dus dat kwam naar hier en dat zag al die wilde. En als je daarmee ging picknicken, moet kijken, zeg. Huppla, man, dier, appels, één in de mond, twee klaarleggen, één op de grond voor direct te grijpen. Dus, guilzig. Guilzig. Makkelijk. Aap. Vis. Ja, je voelde het al, weet je moeilijk, hè? Olifant. Dat was weer een van die afspraken. Wat, slurf? Nee, niet slurf. Olif? Grijs. Oké, okay, het zou ook een, had ook slagtand kunnen zijn of zo. Nee, nee. Ja, ze, de meester had gezegd, jongens, als je een olifant ziet, me noem hem Sam. Kwestie van wie, kwestie van wie. Toevallig, ik zat in klas bij meester Sam. Bij meester Sam, een boer van de vent, echt waar. Een viserik ook. Lag altijd. Een roos op zijn jas. Hey. Pas op, 1970, pilootproject gemengd onderwijs. We waren een van de eerste scholen die probeerde gemengd onderwijs. Er zat één meisje in mijn klas. Toen, in het eerste leraar. Hey. Ze heette Nicole. Nicole. Dat ook niet aan. Pas op, Nicole, een lief meisje. Maar meester Sam was tegen gemengd onderwijs. Hey. En hij ging dat kind buitpesten. Hey. Omdat hij geen gemengd onderwijs zou moeten geven. Hey. En op een dag, meester Sam... hij boog zich voorover, hè? En hij zei... Hé! Zou het kunnen? Zou het kunnen dat ik hier bij jou... kinderkak... riek? Hé, hey, maar Nicole kon er niet mee lachen, hè?
Ze heeft haar jas aangedaan. Ze zei, ik ben het moe. Ik ben hier weg. Meester Samkan, de boomin. Ik ga nu naar... Huis. Huis? Nee, de directeur. En sindsdien stond meester Sam... aan de dop. Dank u wel.